Hallo, ik ben Thijs, Google Advertiser bij Invisible Hut. Google Ads traject waar ik meest fier op ben, denk ik, moet de eerste keer zijn dat het gelukt is om een displaycampagne, dus met banners, voor het eerst op heel grote schaal heel goed te laten converteren als aanvulling op het searchverkeer dat er al was. Ja, dat is wel een heel leuk gevoel. De toekomst van Google Ads die zal nog altijd meer en meer rond automatisatie gaan draaien. Ja, je ziet dat ook heel veel zaken die vroeger manueel gebeurden, gebeuren nu al automatisch. En dat zal ook alleen maar in sterkere mate gaan toenemen. Dus ja, ik denk dat de rol van advertiser eigenlijk een van de eerste is waar je echt die impact van machine learning op dagdagelijkse basis echt al kunt zien. Mijn beste tip voor Google Ads-experten is... Enerzijds blijf mee met de evoluties binnen alles dat advertising is. Ja, met de nieuwe campagnetypes, met de evolutie van de bestaande campagnetypes. En daaraan gekoppeld mijn tweede tip, werk aan je soft skills. Dus niet alleen de hard skills van hoe je alles gaat implementeren, maar ook gewoon je inzicht in hoe het werkt, je inzicht in de doelgroep, je inzicht in data bijvoorbeeld. Dat zijn vaardigheden die nooit overbodig zullen worden.